Zo, Daniel. Ja. Ik voel me nog veilig. Een beetje opschrijven, Luis. Ik voel me nog veilig, Roos. Je staat dit. Dat is prima, Luis. Kijk eens, nu staan de voetjes al mooi in het midden. Dan ga ik de rolstoel erbij zetten. Sindola is een voorziening die al sinds een 50-tal jaren mensen opneemt met een ernstig en diep mentale handicap. Met eventueel ook bijkomende motorische handicaps. Afzet de rolstoel. Nee, is dat goed? Is dat goed? Pak hem maar vast. Zo dan, ja. 1, 2 en 3. Al tellen tot 3 dan. Ja, breng hem maar recht. Mensen met een ernstig en diep mentale handicap zijn eigenlijk voor de meeste dagelijkse dingen afhankelijk van het personeel. Er is beperkte zelfstandigheid, maar voor het merendeel van de bewoners is er eigenlijk altijd iemand nodig om hun hulp te bieden. En hulp kan dan gaan van wassen, aankleden, eten geven. Mensen die incontinent zijn worden verzorgd en noem maar op. Het is eigenlijk een heel gamma van activiteiten die eigenlijk door het begeleidend personeel geleverd moet worden. Het zijn groepen van tussen de 9 en de 11 bewoners die hier wonen. En het personeelsbezetting is meestal in de ochtenden en de avonden, wat eigenlijk de piekmomenten zijn qua eten geven en verzorging, 2 mensen die werken en de namiddag 2 of 3 mensen voor de activiteiten. Maar op de piekmomenten van verzorging en eten geven zijn er altijd handen tekort. Als je een beetje bekijkt dat je een gezin runt van 10-11 mensen, waarvan de meeste afhankelijk zijn, dan is 2 mensen op dienst en met 4 handen wel heel weinig om die mensen goede zorgen te bieden. Verplaatsing die wij doen van bed naar bad, van bad naar stoel, moeten wij de lift gebruiken. Dus daarom nu ook dat ik de tillift gebruik om nu hier op het waterbed of de luchtkussen te leggen. Nee, maar ik ga even gaan liggen, het is wel rustig. Zie je die zitten? Naast de dagelijkse verzorging, wat broodnodig is gewoon om mensen in leven te houden, dienen ze gevoed te worden, dienen ze verzorgd te worden, is er ook nog een ander aanbod nodig. Om mensen zinvol bezig te houden, om mensen zich belangrijk te laten voelen, is het ook heel belangrijk dat je kan ingaan op andere noden dan basiszorg. Mijn naam is Deve Lacomi en ik ben coördinator van Saint City. Dat is eigenlijk het activiteitencentrum van Sint-Oda. En het woord zegt het zelf al, het is een zintuigenstad. Dus wij spelen in op de zintuigelijke ontwikkeling van onze bewoners. Je ziet al hier de lichtjes, dus het snoezelen en ook wel het lichamelijk contact met uw bewoner. Dus zij liggen op de luchtjes, ook de bewegingen. Like, we springen daar ooit eens op dat zij op en neer gaan, maar ook gewoon dat je er eens naast ligt. Wij hebben in onze leefgroep 10 gasten die allemaal een aandacht nodig hebben. En als je dan op van deze moment eens even 1-op-1 met een gast kunt bezig zijn, heeft dat alleen maar voordelen. Leefgroepen kunnen eigenlijk deze ruimtes ook in hun programma zetten. Dus de snoezelruimte bijvoorbeeld of de trilvloer. Maar we merken dat als er vaak een activiteit niet kan doorgaan, doordat er bijvoorbeeld een bewoner naar het ziekenhuis moet gaan, of dat er een bewoner ziek is, waardoor dat iemand van de leefgroep, hè, een personeelslid, eigenlijk achter moet blijven. En eigenlijk niet tot een activiteit kan gekomen worden. We proberen onze gasten hier wekelijks te laten zwemmen. En waarom doen we dat? Want onze bewoners zitten heel vaak dagen aan een stuk in een rolstoel, zitten daarin vastgesnoerd en voelen dus hun eigen lijf weinig of niet. Ze kunnen ook heel moeilijk zelf hun lijf bewegen. Terwijl hier in het zwembad worden ze gedragen. Doordat ze omringd worden door het water, voelen ze ook hun eigen lijf heel goed. En ze hebben heel nauw contact met de begeleider. Gasten met gedragsproblemen komen hier vaak tot rust, omdat het een rustige omgeving is. Bewoners die weinig lichaamservaringen opdoen, die kunnen hier rond ontspanning komen werken. We proberen hier ook een stuk revalidatie te doen, want stappen in het water is sowieso gemakkelijker dan stappen op het droge. Dus ons zwembad wordt eigenlijk voor heel veel doeleinden gebruikt, zowel ontspanning als therapie eigenlijk. Ik denk dat je het ook op de achtergrond ziet dat we daar echt wel handen voor nodig hebben.
zo'n zwemsessie vraagt echt wel één-op-één begeleiding. En die hebben we niet altijd. Dus wij zouden iedereen wekelijks kunnen laten zwemmen als we genoeg handen hebben. Gasten denken ze nog altijd van, die kunnen niks en je krijgt daar niks van terug. Maar je krijgt daar heel veel van terug. Gewoon alles, maar als je ze eten geeft of uit bed haalt, een glimlach, dat is al heel veel. En ja, daarvoor doet je het. Voor elk, ze kunnen het niet zeggen, maar ze kunnen het wel duidelijk maken.